De vrienden uit het binnenland van de overleden Nadia Emarafeles hebben ode aan haar gebracht. Zij deden dit afgelopen zaterdag met een brokodee. Rafeles wordt door hun gezien als een van Surinames meest gerespecteerde en bekende Jaja Uma. Zij is zondag 30 juni als gevolg van medische complicaties heen gegaan. Rafeles was een jongere zus van de bekende schrijver en politicus Robin Dobro Rafeles. De brokodee is gehouden aan de Indira Gandhiweg 604. Met het heengaan van Rafeles is de cultuurwereld in Suriname in diepe rouw, zei Elvira Sandi, directeur van cultuur. Zij heeft tijdens de 1 juli viering 1 minuut stilte in acht genomen voor de overleden cultuuricoon. In leven heeft Rafeles zich erg ingezet voor jongeren en vrouwen in boven Suriname, voornamelijk in het Saramaccaans gebied. Ze liet deze groepen trainingen volgen in ondernemerschap en hun cultuur. Met deze trainingen wilde zij ervoor zorgen dat deze groepen van hun craftproducten konden verdienen. Naast haar inspanningen op cultureel vlak heeft deze Jaja Uma ook vrouwen geholpen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. Begin jaren 60 heeft ze zich samen met andere vrouwen sterk ingezet voor deze groep. Deze Jaja Uma is ook cultureel attaché geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zat ook in het bestuur van de Dobro Stichting, waar zij waakte over de nalatenschap van haar broer. Rafeles is vandaag ter grave gedragen.